Vanaf deze week zijn de werkplekken in de lokhal weer beschikbaar. Normaal gesproken is er in de bibliotheek zitplek voor ruim 300 man. Maar vanwege de coronamaatregelen zijn er op dit moment nog maar 70 mensen tegelijkertijd toegestaan. Om de lokhal zoveel mogelijk coronaproof te maken, zijn er een aantal dingen waar bezoekers rekening mee moeten houden. Je moet sowieso van tevoren reserveren. Dus als je spontaan aan de deur komt, dan vrees ik dat we je moeten teleurstellen. Omdat de bedoeling is dat mensen dus van tevoren, een dag van tevoren, gaan reserveren om gebruik te kunnen maken van de werkplekken. En dat kan tussen 6 en 8 avonds op de website aangegeven telefoonnummer. En op die manier kunnen mensen dus een tijdslot uitkiezen. Voor sommige plekken, bijvoorbeeld studiecabines, mag iemand een hele dag zitten. En op de openbare werkplekken kunnen mensen kiezen tussen twee tijdsloten. Op de Bonnefoy naar de lokhal zitten de 7 niet in. Wie de bibliotheek wil bezoeken, moet daar al ruim van tevoren over nadenken. Mensen kunnen dus door de week tussen 6 en 8 avonds naar een telefoonnummer bellen. Dat staat op onze website. En dan kunnen ze dus een reservering maken op zaterdag tussen 9 en 11. Iedere keer voor de volgende werkdag. Dus mensen kunnen één dag vooruit reserveren. En dan mogen ze dus of een openbare werkplek zoals deze reservering maken of voor een studiecabine. Er wordt goed bijgehouden wie er allemaal het gebouw inkomt. Wanneer je de lokhal betreedt, word je ontvangen door een controleur. En na wat formaliteiten en het krijgen van een polsbandje kun je een plekje gaan zoeken. Ze komen dus aan de deur en wij hebben controleurs aan de deur die vragen van goh, met welk doel kom je naar de lokhal? Want sommige mensen komen bijvoorbeeld een bezoekje brengen aan het stadsbalkon of het stadscafé. Maar als iemand dus een reservering heeft voor de werkplek, dan wordt hij toegewezen naar de infobalie. En bij de infobalie gaan ze kijken waar die reservering precies is en daar worden mensen dus doorverwezen. Behalve de werkplekken is ook het stadscafé in de lokhal weer open. Hier hoeft niet voor gereserveerd te worden.